Nou, het is tijd voor de les. Nu filmen we een keer van bovenaf en dat komt omdat we zometeen een proefje gaan bespreken. En wel het F4-proefje van Tessa. Het is heel moeilijk filmen dit, jongens. Ik film hun wel. En wat we dus gaan doen is dat Frank en Tessa die gaan samen het proefje nakijken. Die gaan samen het proefje kijken dat ze gereden heeft. Dan neemt Frank daar een beoordelingsformuliertje even bij. En die geeft dan ook een paar cijfertjes. Zodat Tessa een soort algemeen beeld krijgt van wat Frank vindt van haar proefjes. En dat is iets makkelijker dan dat een jury steeds alleen ernaar kijkt. Omdat de jury natuurlijk haar verder niet kent. Dat is natuurlijk ook logisch bij een jury. Maar Tess die vindt het best lastig. Want soms krijgt ze ineens een 5 en soms krijgt ze een 4. En dat is natuurlijk logisch. Want de ene jury die ziet liever dit en de andere jury ziet liever dat. En dat is op zich allemaal heel logisch. Alleen wel heel moeilijk als je 10 bent. En ja, daar moet ze gewoon mee leren omgaan. Maar hoe fijn is het als je instructeur eventjes mee wil kijken naar je proefje. En dan en daar zijn eigen beoordeling aan wil geven. En het fijne is dat Frank ook gewoon jury is. Dus het ook nog kan. Dus dat maakt het allemaal een heel stuk eenvoudiger voor Tessa. En soms is het gewoon makkelijker om iets eenvoudigs te doen. Oké, mag jij, zal ik op het knopje drukken? Ja. Dat lukt mij ook wel. Ik ben niet technisch, maar 1, 2... I2, binnenkomen in arbeidsdraf bij C op de linkerhand. Nou, dus ik ga gewoon mijn punten geven wat ik vind. Ja. Ja? En, ik en dan mag je dat ook opschrijven. Want dat... Mag ik het ook opschrijven? Ja. Maar ik heb geen balpen. Oh, zo, hij heeft een mooie muts op. Ja, mooi. Hè? Ik zet van hand nou, veranderen. Dat is een mooi tempo geweest. Ja. En dat is voor mij wel een 7 waard. Oeh. Ja. KXH, gebroken lijn. Nou, waar je ook goed doet, je zit opnieuw op buitenbeen. Gebroken ja. lijn. Keurig van been verwisseld. De tempo was mooi constant. Dus daar pakken we ook een 7 voor. Netjes door de hoek. Tempo is vloeiend. Ietsje minder vloeiend tweede gedeelte. Nou, BEW, grote zit nog steeds op het buitenbeen. Goed zo, voor mij een 6,5, ietsje vloeiender. Ja. Grote volgen. Lekker tempo nog steeds, mooi voorwaarts. Loopt best wel recht, hè? Ja. Ja. Ja, het tempo is heel constant. En het ziet er actief uit. Ja. Dus voor die grote volgen krijg je voor mij... Dus FNA, arbeidsstap. Ook een 7. Ja, omdat dus ik het... Arbeidsstap. Wel heel mooi, regelmatig en actief van hand veranderen. Tussen K en X de teugel langer laten worden. Overgang naar de stap vind ik een 7,5. KXN van hand veranderen. Dat is heel mooi vloeiend. Je stapt heel mooi actief. De teugel langer laten worden. Tussen X en N teugels op maat maken. Even kijken, ja. Kijken of dat hij dan met zijn hoofd dan ook een beetje naar beneden wil. Ik weet niet zeker, want daar... Dat weet je niet heel zeker. Nou, X en M, teugels op maat maken. Heel klein beetje. M en C, arbeidsstap. Ja, kijk, ja, ja. Kijk, nu zegt hij toch een heel klein beetje. Nou, dan zou hij dan wel meer kunnen. Hier krijg je een klein beetje een taktfoutje, heet dat. Dan wil die, maar ik vind wel goed dat je het naar voren corrigeert. En dan daarom krijg je... voor het corrigeren een 7. Ja. En ja, dat ja. vind ik belangrijk, dat je niet... alles maar goedkeurt in een proef, omdat het een proef is. Ja. Dus maakt hij in een proef een foutje, dan maakt hij gerust. Nette gebroken lijn, 7,5. A afwenden, C op de linkerhand. EBE, grote volte. Nou, ik denk van aardig recht, dat is van hieruit moeilijk te bekijken, maar ziet er recht uit. Slingert niet. En het tempo blijft mooi constant. Je zit nog op het buitenbeen, je handen zijn mooi voor het zadel. Grote volte. Je bent mooi aan het licht rijden, dus een vloeiende wending die je daar maakt. Het tempo blijft mooi constant. Zijn hoofdhouding is heel mooi stabiel. Een beetje voor de loodlijn, maar dat stoort niet. FXH, ja. Van hand veranderen. Ja, en kom weer mooi bij die letter uit, een 8. Wow. Ja. FXH, van hand veranderen. Nooit voor raakt voor hem. Nou, dan heb je hem nou. Kun je nou niet meer zeggen. Arbeidsgalop rechts aanspringen. Deze keer zat ik goed, alleen gaf ik een... Dus H en C, arbeidsgalop rechts aanspringen. Dit is netjes, krijg je 7,5. Grote volte. Goed gedaan hoor. Ja.
zit ook in een goede groep. 7,5. Ik sta grote volter. Want hij sprong onmiddellijk aan. En ook nog goed. Wat wil je nog meer? Heel mooi recht galoppeert hij. Hij zit mooi in balans. Hij pakt een goed tempo. Dus hier krijg je een 8 voor. Dat is heel lekker vlijtig. Dus de haak is bij het strap. Keurige volte. En één van hand veranderen. Dus H en C, arbeidstrap. En E van hand veranderen. Goeie overgang. Ja, een 8 hier deze hoek. Een beetje meer stelling nog. Ja. Ietsje meer naar rechts kijkt. Goed wakker houden. Dat mag dus hoor. K en A, arbeidsgalop links aanspringen. Net de lijn, dan krijg je ook een 8 voor. 8. C, X, Y, grote volte. Heel lekker tempo. Goed, zo kijkt hij een beetje naar buiten. 7. Ja, zou ietsje meer moeten buigen om het binnenbeen. Terwijl dat toch zijn makkelijke kant in de galop is, moet hij nog ietsje meer buigen om het linkerbeen. Dat hij wat minder naar buiten kijkt. Tussen K en A. Ja, zie je dat? Kijk hij heel klein beetje naar buiten, dus daar geven we een 7 voor. Maar hij blijft wel lekker in tempo. Hij blijft ook mooi op de hoefslag. Hij houdt zijn staart mooi los. Ja, dat is echt klein iets in zijn staart. Overgang naar 7. Lekker draftempo meteen. Aardig door de hoek heen gereden. Op de linkerhand. Ja, dat is best netjes gedraaid. A afwenden. Ook netjes gedraaid. 7,5. Dus ik zet B, halt houden en groeten. Nou, dat is best wel een heel nette proef hoor, nog kijken dat je dat netjes afwerkt. Dus een klein beetje meer stelling en buiging om je linkerbeen. Terwijl ik dat verwacht dat vooral om het rechterbeen zou zijn. Maar dan moet je nou een beetje oefenen dat hij mooi naar links gaat kijken zonder dat hij naar binnen gevallen. Heel lekker tempo naar het halt houden toe. Dan gaat hij niet plotseling stilstaan. Nou, daar was net even een... Wat het was, ik deed een beetje dat raampje open. Oh, en dan keek hij even naar. Ja. Nou, goed zo. Maar ik zou hem toch maar belonen als ik jou was. Want hij heeft het goed gedaan. Kijk. Dit stukje. Nou, super gedaan. Ik vond het een hele mooie proef. Hoeveel punten had je ervoor? 327. Is dat goed? 327. Ja, ik kan. Was dat goed? Ja, dat dacht ik ook. Nou, dus nou, dan staat er hier nog houding van de ruiter. Nou, voorwaarts in vrije stap rijbaan verlaten. Dat heb ik niet gezien. Nee, dat was het. Ja, dus dat wordt er ook uitgeknipt, zei je dat? Ja, dat is er uitgeknipt, ja. Oké. Nou, dit houding van de ruiter, dat is best netjes hoor. Dat is sowieso een 7. Er zit ook, beenligging ook, handhouding een 8. Juistheid van de beenhulpen een 7, en juistheid teugelhulpen een 7, tempo een 8, algemene indruk een 8 en de verzorging zag er heel goed uit, ook een 8. Oh. Nou, alsjeblieft dame, dat waren mijn bevindingen erop. Vragen? Dat je zegt van nou. Want als je nou de vorige keer weer zo'n proef kunt rijden, moet je heel tevreden zijn. Ja. Nee, ik heb niet echt gevraagd. Alleen het enige wat dan net iets beter kon, is het afwerken bij het halt houden. Omdat het raampje open ging. Ja? Ja. Maar ik moet zeggen, tot aan dat moment kon ik er eigenlijk weinig van. En dan met name de rechterloopdeel. Ja. Want dan komt hij echt niet. Nee, want ik zag moeder glimlachen en ik dacht van oké, het is wel goed. Dan moet je niet teleurgesteld zijn als het de volgende keer weer eens een keertje niet is. Ja, nou maar je weet in ieder geval dat jij het kan, dat hij het kan. Ja. En vandaag deed je het ook, hè. Eén keertje heel eventjes fout, goed gecorrigeerd meteen. En daarna een hele goede galop. Ja. Dat was het. Ja. Nou, dan denk ik dat we maar kunnen beginnen. Ja, laat maar eens gaan. Welkom in arbeidsdraf bij 7 linkerhand. Kijk, ik vind dit al een heel mooi tempo. Ja. Ja, zie je dat? Het ziet er heel egaal en actief uit. Dus dat is voor mij dus al minimaal een 7. Ja, dan, dan ga je afwenden. Dan ga je over de middenlijn. En dan zal hij misschien wel slingeren. Maar dat kan ik van hieraf niet zien. Maar dat kan de jury wel zien en die zal dat vast zien. Dus ik denk wel dat de jury daar gelijk in heeft. Ja, oké. Ik vind
Dus dan de diagonaal. KXH, gebroken lijn. Ik dacht dat ik ook een 7 daarvoor had. En ook hier blijft. Ja, daar is KXH, gebroken lijn. Gebroken lijn denk ik ook. Kijk, wat, dit gaat heel mooi vloeiend. Ja. Ja? Nou, die lijn die gaat ook best wel redelijk vloeiend. BEW, blijft mooi gelijk. Gebroken lijn 7, ja. Nou, bij B een grote volte. BEW, grote volte. Op een gegeven moment heb ik wel punten gegeven, maar weet ik niet helemaal meer of dat precies bij het onderdeel was. Moest ze beter verdeeld, de volte. Ja, je zou had je 6 voor gekregen. Dus FNA, arbeidsstap. Ja, dat zal best. FNA, kan ik vanaf deze kant zo op de video kan ik beter verdelen. Dat zal best. Maar voor mij kan ik dat niet zien. Dus de teugel langer laten worden. Oké, dan gaan we even kijken. Ja, dus FNA. KXN omhoog. Heb je voor mij volgens mij een 8 voor gekregen? Ja, en X de teugel. Dan heb je vloeiende voor. Nou, krijg je een 7 voor. Dus dat is eigenlijk geen groot verschil. Kijk, en wat je nou krijgt, teugels langer laten worden, is goed, teugels op maat maken, krijg je een 5. En ik snap wel waarom, en heeft de jury op zich ook wel gelijk. Maar ik vond dat hij een beetje terughoudend werd. En toen drukte je hem aan, en dat vind ik eigenlijk belangrijk. Kijk, dan begint hij een beetje zo, ja. En dat hij dan toch vooruit blijft. Dat hij niet naar binnen valt. En dat heb je goed gecorrigeerd. En dan geef ik voor het corrigeren dus een extra punt. Maar de jury heeft wel gelijk als hij dribbelt. Ja. Want dat deed hij. Dat was niet te ontkennen. Dus dat kost in een proef altijd punten hoor. Ja. Maar soms moet je in een proef ook durven corrigeren. Dan kost het wat punten. Afwenden. En dan krijg je... Maar als je durft te corrigeren in de proef ten koste van het onderdeel. En je doet dat goed. Dan vind ik dat prima. Anders ga je voorzichtig rijden. Dat is niet mooi. Ha, dan krijgen we een gebroken lijn, denk ik. We zitten nog steeds op buitenbeen. Dat is allemaal nog prima. Tempo is nog goed. EBE, grote volte. Even kijken. Oh, die vond ik heel goed, die grote volte. Volgens mij gaat het daar een 8 voor. Ja. Kijk, het zijn natuurlijk beide goede punten. FXH, van hand veranderen. Nou. Ha, van hand veranderen, eens even kijken. FXH, van hand veranderen. FXH. Dus H en C, arbeidsgalop rechts aanspringen. Dus H en C, arbeidsgalop rechts aanspringen. Dan zegt ze, waarom gelijk slaan? Eerst AXH, de hulpen kijken. Volte. Ja. Werken van het gas. Ja. We hebben echt heel erg ingesloten met mijn benen. En dan zagen we dat ik eerst been gaf en daarna die tik. Ja. Dan weet ik dat ze goed aanspreken. Nou, daarom vond ik het eigenlijk zeker een 7 waard. Ja. Ja, maar ik begrijp wel dat ze, heeft ze dat net niet gezien, dat je eerst de beenhulp gaf. Ja. Ja, en dan sommige juryleden die willen niet graag hebben dat je een tikje geeft. Ja. Maar ik vind een corrigerende tik, als je dat misschien niet gedaan had, dan had hij naar binnen gevallen en misschien een andere glop aangesproken. Dan heb ik liever dat je een tikje krijgt en dat hij het dan goed doet, dan dat je dat niet doet omdat je denkt dat de jury... kijk, want hier weer zie je 15. Oh, vloeiend, dat zou kunnen. Even kijken, ook op links aanspringen. Wat betekent eigenlijk vloeiend? Vloeiender, dat betekent als je een bochtje maakt. Als je een bochtje maakt, dit is mooi vloeiend. Mm-hmm. En dit is niet vloeiend. Oh. Dit is vloeiend en dit is niet vloeiend. Oh. Ja? Ja. Ook het tempo, als je nou draaft, tip, moet je zo naar de stap toe, dat is vloeiend. Als je nou draaft en hij gaat stappen, hij doet dat tap, tap, en dan is het niet vloeiend. Oké. Nou, galop aanspringen, kreeg je een 7 voor, nou daar ben ik wel mee eens. Hij kijkt in die ook een beetje naar buiten. Ja. Maar dan heb je voor mij ook allemaal toch wel 7's voor gekregen, denk ik ook. Ja, 7. Ja, dat zou ik. Ik heb op, niet allemaal precies bij het onderdeel. Want ik moet en kijken. En kijken wat ik moet doen. Dus het is... Dus K en A, arbeidsdrap. B afwenden. E op de linkerhand.
B afwenden, E op de linkerhand. Ja, dat zijn ook allemaal, dat dus gaat allemaal vloeiend en ik mooier dan vind afwenden. Ik. Afwenden. Dus een heel constant tempo heb gereden dat er heel actief uitzag. Halt houden en groeten. Nou, en dat halt houden en groeten, dat, ja, dat ziet iedereen natuurlijk. Ja, maar het is een beetje stil omdat ze ja, dus ja. Dat raampje. Ja, oké. Okay. Dus daar kon ik niks aan doen. Nee, maar goed, dat is dan toch wel. Dan toch, ook al komt dat door het raampje, daar. Daar schrok ze van. Ja, ja oké, okay, daar schrok ze even van. Dus dit is allemaal goed en dan gaat hij mooi stilstaan. Dat doet hij eigenlijk netjes. Ja, en toen schrok hij even. Ik hoor het geluid. Ja. Hij stond, de overgang was eigenlijk goed. Je corrigeert hem hier weer en weer gecorrigeerd. Goed gecorrigeerd, zie je dat? Ja. Anders had hij naar links gegaan. Ja, dus heb je wel goed gecorrigeerd. Ja, dan kijkt hij even. En dan, juist. Dus wat ik ervan vind, juistheid en beenhulp, heb je 5 voor gekregen. Dat vind ik te weinig. Ja. Want tenen naar binnen, hakken uitdrukken. Nou, dat klopt wel, want dat vind ik eigenlijk nog niet eens zo slecht zoals je dat doet. Mm. Kijk uit dat het tempo niet te hoog wordt. Maar wordt dan te gehaast. Ik heb van je geleerd dat ja. Ik hard moet. Nou, dan, dus het was niet gehaast. Want nee, zij dat vond ik ook allemaal niet. Manegeponietjes gezien en dan ineens dit. Ja, dus ik hou van dit tempo. Ja. En zij iets minder. En daarom zegt ze daar wat van. Ik vind juist het ter beenhulp vind ik eigenlijk heel effectief. Ja. Want... Hij is gewoon heel actief. Hij hoeft niet veel te porren met je been. Nee. Dus zo moet het eigenlijk. Ja. Ja? Dus ik zou, dat is dan vind ik een beetje te laag gepunt. De handhouding, daar vind ik echt goed. Mm-hmm. Nou, beenlenging, tenen naar binnen. Oh, zou misschien een beetje kunnen, weet ik niet. Mm-hmm. Houding, daar vind ik met een 6 is magertjes. Want ik vind mm-hmm. niet dat je... Veel voorover zit, een heel klein beetje, maar je zit mooi in balans. Mm-hmm. Ja, juistheid van tempo vind ik het sterke van de proef. Mm-hmm. Dus daar heb je van mij hoger gekregen. Algemene indruk, juist omdat het zo mooi vloeiend actief is en daar ik weinig storingen in het ritme heb gezien, is dat voor mij bovengemiddeld. Ja. Dus ik zit in zijn totaliteit wel hoger. Waar de punten wat lager zijn, begrijp ik het wel. Vooral voor dat dribbelen. Ja. Ja. Heb ik eigenlijk voor een proef te hoog gepunt. Vind ik eigenlijk dat die mevrouw daar wel gelijk in heeft. Want voor die dribbel krijg je, kun je eigenlijk nooit een heel hoog cijfer krijgen. Ja. Maar ik vind, en daarom geef ik een 7. Ja, of ik had eigenlijk een 5 moeten zetten. Met daarbij heel goed gecorrigeerd. Uitroepteken. Ja. Dan is een 5 ook verantwoord. Oké. Goed. Ja. Nou, dat is mijn bevinding daarvan. Oké, okay. Dat was het.